Zo, we zijn weer in het dorp. We zetten de schuifdeur even open. Nou, ze staan er met z'n vijven in. Ik moet even boodschappen doen. Dat ga ik ook gewoon doen. Ik zit even te twijfelen, zal ik ze even water geven. Ze zullen wel wat dorst hebben. Laten we dat nog maar even regelen voor ze. Want vinden ze wel fijn. Zo. Even wat water vullen. Daar. Water zetten we daar neer. Blijf. En dan gaan we even boodschappen doen. En dat weten ze. En dan gaan ze gewoon even keurig wachten tot ik mijn boodschap gedaan heb. Pak even een karretje erbij. Reclame maken, denk ik. Wacht eventjes. En zometeen als we klaar zijn met boodschappen, zetten we de rest even op film. Zo, werk zo, jongen. Nou, daar staan de dames keurig netjes te wachten. Het is een simpel dorpje. Ik ben er niet heel erg bang voor dat er een hond uitgejat wordt. De meeste mensen kennen mijn hond ook wel. En de mensen die ze niet kennen, die zullen ze gerust laten staan. Dan sta ik op andere plekken. Dan blijf ik vaak op afstand staan. Hou ik mijn honden wel in de gaten. Maar hier in ons eigen dorp durf ik gerust een paar boodschappen te doen. En hun wachten gewoon keurig netjes. We gaan het karretje weer even terugzetten. En dan gaan we de monsters lekker mee naar huis nemen. Die hebben een lekker uitje gehad. Zeker anderhalf uur wezen lopen in het Amsterdamse bos. Daarna nog een half uur tot drie kwartier in de auto gezeten. Omdat ik nog even een tosti en een bakje koffie wou hebben. En zo ga ik ervan uit dat ze vandaag hun plezier gehad hebben. En kunnen ze zo meteen lekker slapen. Ja, oh, we moeten het water er even uithalen. Dat geeft zo'n zootje. Nou, dat kan hier wel even over de grond. De bak weer in de plek. Oh, zo. De bak weer daar. Jullie achteruit. En klaar.